Cool story, bro. Ja, ready? Hallo mensen, dus ik ga hier een nieuwe parkour run samen met Dennis. Welkom Dennis. Hallo. Dennis heeft ook een YouTube channel. YouTube.com/Hexit. Hij is part of Chaos TV. Misschien dat de mensen van League of Legends of Trackmania geloof ik ook een keer. In ieder geval. Tuurlijk. Call of Duty 4. League of Legends en Trackmania doet hij nu geloof ik. En dan zie je de mensen die daar achter werken. Dus niet de casters, maar zeg maar de stream. Mensen, dat is dan waarschijnlijk de producers. Ja, ja, precies. Maar in ieder geval, hij wil even de parkour run gaan doen. En hij heeft nog niet zo heel lang Minecraft. Maar hij doet het maar toch. En dit een natuurtalent. Ja, dit is de stand tot nu toe. En ik heb de bordjes mijn update. Naam bijgezet. Oh. Did not finish. Oké, let's go. Even kijken. Okay. Dit is leeg. Dat is heel veel zelfvertrouwen. Ja, hier ligt shit in. En hier ligt ook shit in. Eten en shit. Deze ik heb eten en drinken. Ja, ben je ready? Even de deur dichten. Doe ik. Verdomme, Dennis! Godverdomme. Nou, okay. Blijf van die deur af, jongeman. Oké, zeg maar als je ready bent, dan tel ik af. Oké, nou ja, ik ben in principe klaar. Oké, 3, 2, 1, go! En oh mijn god, ik krijg de deur niet open. De spreek naar beneden in het water. Met zijn potion in zijn hand. Als, weet ik veel, een of andere Japanse gevechtsstrijder uit... Sleeping Dogs. Want dat gaat Dennis als het goed is doen, toch? Oh, dat was op de livestream, was dat? Ja, die Dennis... ga ik proberen op Chaos TV. Ja, Dennis livestreamt ook. En die streamt op twitch.tv/hexit. Maar we streamen ook wel eens op Chaos TV. Wat ga je doen? Zoek je nou gewoon een uitweg? Zoek je een weg om daar naar boven te gaan? Dat kan niet, jongen. Dat kan niet. Staat nu erop. Eet zijn golden apple op. Gaat op de eerste. Gaat op de tweede. Ja, haalt de tweede. Oeh, en haalt ook de... Oh. What the fuck? Het ziet er maar echt heel raar uit. Het zegt dan elke keer, dan val je er net weer tussen. En dan sta je er weer op. Het is wel apart. Maar goed, hij gaat ervoor. Springt op de eerste. Springt op de tweede. Knapt zijn kop tegen de paal aan. Helaas, Dennis. Niet goed. Oké. Dit is nog niet eens het moeilijkste stuk. Pas... Hier had hij echt moeite. Hij heeft het namelijk van tevoren geoefend en hij sprong hierop en toen had hij al hier had hij al moeite. Dan kwam hij hierop en deze twisted jump haalde hij echt helemaal nooit. Dus dit vindt hij al moeilijk, maar hey, you're welcome. Nee, dit... Ja, als dit hij gaat in het begin nog... fout gaat, dan gaat het ook gewoon fout. Maar nice. Ik hou hem straks in één keer. Oké, dan. In ieder geval, wil je nou meedoen aan deze parkour? Zet je maar naam in de comments en misschien heb jij wel uitgekozen. Hou wel je YouTube berichten in de gaten, want via YouTube neem ik contact met je op en dan... Vroeg ik je even toe op Skype en check je even of je mic goed genoeg is. En of je stem goed genoeg is, want als je 12-jarige stem is ook niet zo fijn om naar te luisteren. Frikandel. Hey, maar als je de baard in de keel vind ik het wel, ja, ook best. Maar in ieder geval, je kan het ook zonder microfoon, kan je het ook gewoon doen, weet je. Ik blijf gewoon commentaten en het komt helemaal goed. Komt op de laatste, haalt hij het laatste sprongje? Ja, hij haalt het. Zwemt nu lekker door als een Chinees in het water. Man. Sleeping Dogs figuur, springt op de tweede, Sleeping Dogs was zo goed in freerun, toch? Haalt hij twee jump, de eerste, nu moet hij dus op dat kleine dingetje. Oh, knal met zijn kop op de ladder. Breekt bijna zijn nek omdat hij met zijn kop tussen de ladder komt, maar helaas, hij overleeft het. Helaas. Springt de twisty jump, ik wist niet eens dat hij zo ver doorliep, joh. Maar goed, in ieder geval haalt de ladder. Maar de ladder was erg glad en gleed er weer vanaf. Hij had natuurlijk ook een golden apple in zijn hand. Heb je expres gedaan, hè? Ja, ik heb er flink op lopen slijm op. Ja, ik heb er flink op lopen spugen ook. Dus... ja, nice one, Dennis. Onmogelijk. Nice. Dit gaat echt heel goed. Oké. Dus hij haalt het eerste blokje niet. Haalt het tweede blokje nu wel. Dat zag je niet. Haalt het derde blokje. Haalt ook het twisted jump. Gaat hij het halen dit keer? Hij doet... Nee. Ik doe toch iets fout. Te vroeg gejuicht. Oké, springt wel op het eerste blokje. Gaat naar het tweede blokje. Je had niet deze tweede blokje. Kan je nog sprinten? Heb je nog honger? Ja, ik heb genoeg eten. Oké, fuck it. Eat Hexit. Alleen... Erzadigd Hexit. You're welcome. Ik heb je erzadigd. Lekker toch? Springt op de ladders. Nee. Nu moet hij er dus nog onder. Nou zit ik vast. Oh mijn god, hij haalt het gewoon een stuk, wauw.
Nice one. Oké, okay, ja, hij is nu boven. Moet een rondje draaien om dat te halen. Hij gaat veel te langzaam, denk ik. Ja, hij gaat heel rustig. En dat haalt hij natuurlijk niet. Je moet er eigenlijk gewoon al naartoe gericht staan en dan gewoon vol gas eromheen en dan gewoon control ingedrukt houden. Hoe kan je er nou weer naartoe gericht staan? Nou, als je er gewoon naartoe gericht staat zo, dan... Ik heb natuurlijk fly mod. Ha! Oké, staat nu op de derde, haalt een twister jump weer. En met een golden apple in zijn hand gaat hij de trap op. Ik vind het echt knap dat hij dat van... Oh, wow. Nice one, Dennis. Nice one. Even kijken, heb ik er wel boot in gestopt trouwens? Ja, dat heb ik verwacht. Ah, dan heb je toch genoeg tijd voor een check. Ja, weet je... Dennis doet rustig aan. Knalt weer op de rand van de ladder. Het is echt heel lastig, Dennis. Ik snap het. Chisel Cats Parkourum is ook gewoon best pittig. Concentratie. Denk jezelf in dat je, pro freerunner bent. Die gast van Sleeping Dogs. Beeld het jezelf in, Dennis. Doe het. Jij bent de Japanner van Sleeping Dogs. En je maakt een twisty jump. Haal de ladders. Had hij ook de tweede... Oh, what the fuck. Je kan daar gewoon bovenop die ladder staan, hè? En dan gewoon control en dan gewoon één keer erop springen. Toch? Haalt hij de twister... Volgens mij kan je ook gewoon van vier onder. Wat? Iemand heeft hier een ladder geplaatst, dat klopt niet. Oh. Ja, maar maak hem nou weg dan. Blijkbaar had iemand dat gedaan, maar je kan niet gewoon zo... erop, maar goed. Geef geld aan Dennis. Ja, ik ook. Fuck Chelro. Chelro staat nummer 1. Wie stond de tweede? Ja, Cinema, ik volgens mij. Ik was eigenlijk gewoon random trappen neer. Overal, hij heeft overal gewoon gecheat. En hij doet het als je hem haalt de ladders. Gaat hij de tweede... Dennis, dit gaat hoeveel niet worden. Hoeveel tijd strafpunten krijg ik als ik dit oversla? Weet ik niet. Een minuutje? Nee, ik heb geen idee. Vanaf 6 minuten meestal zeggen we van oké. Okay, man, 6 minuten is wel heel erg veel. Nee, wacht. I am the tiger. Ja, Eye of the Tiger. Oh, wow. The of the fight rising up to the challenge of this parkour run. I'm gonna make it. Yeah. Oh, yes, haal de ladders. Haalt... Hoppa. Oh, ja. En niemand heeft het gezien, niemand heeft het gezien. TP here, Hexit. Niemand heeft... What? Ja, wat doet je? Sorry. Niemand heeft het gezien. Nee. Niemand ziet het. Niemand ziet het. Niemand wat ziet... doe ik? Hoe werkt dit? Je kan toch gewoon... Fuck dit spel. Waarom? Ja. Nice. Nou, zo heeft het voor het eerst weer gehaald in... Ja! Nee. Doordat jij ja schreeuwt, schrik ik me helemaal dood. Oké, weet je? Ik zeg fuck it. Oei, ik zit in je. Hey, je bent er! Je hebt het gehaald! Woe! Okay, gaat naar de volgende stukje! Met special. Wauw! Wauw! Haal de fucking boot uit de chest. Plaats één boot. Nice. Gaat ervoor. Gaat vol. Nee, Dennis, dit is niet Daisy. Het is niet zo dat je fucking in een vissersboot, like, 2 km per uur gaat. Het is fucking 25.000 kilometers per minuutje. Oké, hij komt eraan. Hij heeft de fucking snelheidsduivel boat race deluxe editie gehaald. Spring naar beneden in de... land op de rand, weet je. Die breekt gewoon 2 keer zijn nek. Nu moet hij de juiste lever halen. En welke zou het zijn, Dennis? Oh! Oh! Sick. Sick. Gaat als een motherfucker door de lava tunnel heen. En moet nu als een gek de overkant halen. Wauw. Wauw. Oké. Kenny? Hey. Waar ben jij? Ik zie jou niet. Ja. Ja. Oké, nog een keer. I got this. Ben je er al? Je moet één worden met mijn ene. Ja, je bent. Wow, je nek is. What the? Ja. Wat heb ik mijn nek gebroken? Ik heb niks te eten. Daar kwam ik. Ja. Ja, beter? Ja. Oké. Rustig aan, Lava. Lava. Blijft dit? Nee.
Ja, boy, je stond ervoor. Je ja. stond ervoor. Ja, dat was niks, Dennis. Iedereen zag dat. Dat was niks. Hm? Oh. Ja. Doe je me weer? Of helpt het niks? Wat? Nee. Ik heb geen idee, ik ken Minecraft niet meer. Ben je er al? Ja. Oké, hij springt op de eerste. Wauw. Dat was echt het beste. Dat was echt het beste. Oké, hij is weer geteleport, staat alweer klaar om de lavantje. Je stond er weer voor. Nee, ik stond helemaal niet. Iedereen zag het. Ik sta in de hoek als camera, ja? Springt op de eerste. Wat is dat nou weer voor een sprongetje? Wauw, Dennis, dit gaat echt. Iedereen die zag in dit filmpje dat Boardman blokte, zet het even in de comments, want ik. Hexen springt op de eerste, springt op de tweede. Ja. Die was raak, die had je gehaald, Dennis. Je had hem gehaald, kijk. Je was er. Hallo. Waar ben je? Er staan geen cards. Jawel. Nee. Op zich wel. Oh ja, voor mij niet. Je faalt gewoon. Echt niet. Fuck it, go Hexit, go. Go the fucking hell, dit duurt echt tering lang. Let's go, hij gaat op de... Oh. Pardon. Item potion 5. Wow. Is het 5? Ja, yeah. Dankjewel. Thank you very much. Wat ben je allemaal aan het doen? Go Dennis, go! Wacht, even drinken. Zo dan, ik krijg alle potions. 1, 2, 3. Hoppa. Wat heb ik met die geitensprongetje recht? Ik spring en dan nog zo'n hupje erachteraan. Oké, jongens, hij staat op het blok. Gaat nu de eerste cactusje maken. Springt op de cactus. Gaat op de tweede knap zijn kop op de cactus. Chill. Moeten de stekels er nog uitgetrokken worden? Moet de tijd even stilgezet worden om die stekels eruit te trekken? Nee, hè? Go, Dennis, go. Go for it, man. Go for it. Go for it. Yeah, hij gaat ervoor. Splash potion of regeneration. Dat lijkt me een beter plan. Even wachten. Ik heb altijd plop, ben je thuis? Daar zit wel een heel dierentuin achter. Maar... Oh, ik kom er niet meer in. Nee, nice. Achter misschien? Hier zo, Dennis, maybe? Oh, sorry. Jesus fucking Christ. Oké. Even kijken hoor. Poison of Strength and shit en magma cream. Hij springt op de houten checkpoint en moet nu weer teruglopen. Hij loopt terug, gaat de trap omhoog. En oh mijn god, wat doet hij nu? Hij staat klaar, springt op de eerste cactus, gaat hij op de tweede, gaat op de tweede cactus. Springt op de checkpoint, toch niet. Helaas, haalt de eerste checkpoint niet. Laten we het nacht maken, omdat het cooler lijkt. Oh mijn god, het is nacht. Springt op de tweede cactus. Oh, gaat dood, op de... Ik ben bijna dood, Wauw. Dat had echt nog maar één keer moeten zijn en ik was gewoon dood neergepleurd. Splash Potion of Healing, die hebben we nodig. Oké, dat 64. Ik heb nog maar. No. Pach. Hier, Hexit. Ik had een jonge popje moeten nemen. Echt, waar ben je? Waar ben je? Ja, zijkant. Oh. Hier. Waar is dit? Oh, dankjewel. Hij spreekt nog eens de cactus, gaat voor de twee. Wow. Oh. Die cactussen zijn bij mij nu echt gewoon misvormd. Hey, welkom. Dat was jouw Ashkin gisteren. Nice. Ik zal blijven. Ze doen meer damage. Nee. Jawel. Heb je armor nodig? Go for... Ik kan dit niet eten, die dingen. En die moet je ook gooien. Waar staat dat? Dan krijg je sneller leven erbij, dan ben je instant health. Oké. Oh. Dit gaat... Dat zeg je ook niet van tevoren. Nee, het gaat wel goed, Dennis. Dit gaat helemaal nooit erbij sluiten eten. Eten. Nooit een bijsluiter eten, weet je. Oké, staat alweer klaar, gaat op. Wat is dat fucking? Wat doe jij? Ik hoor allemaal enge shit. Er zitten geen monsters in deze server als het goed is. Nee, maar ik ben wel bang nu. Hey, nice. Moeten we het afkappen? Nee. Ben je bang? Of haal je het dan? Nee. Doe het, Dennis, go! Go, Dennis, go! Ik ga nu en van een andere hoek. Ik kan jullie garanderen, lieve kijkers. Wow. Toen ik het hiervoor speelde, echt. Ik had tijden, 3 minuten, alles. Iedereen ingehaald. Boyd, die werd helemaal blij. En nu?
Ja, helaas. Dennis is helemaal niet, is helemaal van zijn apropos. Kan het nu niet meer halen. Oh mijn god, al die particle effects en zo epic. Spink had de eerste cactus, had de tweede arm niet. Oh, wie heeft dit in godsnaam bedacht om op cactussen te springen? Ja, echt. Gaat op de tweede cactus. Je moet het wel meteen doen, hè. Je springt op de eerste. En dan meteen op de tweede. Want anders dan... Nee, ja. dat gaat weer stond een beetje er weer te ver. Je stond er weer voor. Geef mij maar de schuld. Spink! Wow. De... Leuk, hè? Probeer dat de eerste. Hij doet sneller damage dan normaal. Het is gewoon tik 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 in plaats van tik tik. Oh, sorry. Zwingt dat de eerste Ik kan. Nee, het lukt van. Wauw. Deze. Helemaal goed. Zwingt dat de eerste cactus gaat op de. Wat heb ik jou ooit misdaan, cactus? Die cactus is aan kwaad. Oké, gaat de trap weer omhoog. Even rustig. Even rustig, Dennis. Concentratie. Concentratie. Even mediteren. Doe het net alsof je. Die ene gast die goud heeft gewonnen op turnen, hoe heet die gast ook weer? Voor een Nederlander. Oh. Ja, nou vertel het, Bart. Vertel het, Bart. Fucking hell. Oké, doe het net alsof je die Nederlandse turnster bent die goud heeft gewonnen op de Olympische Spelen. Zet even in de comments wie dat was. Want ik weet het nu gewoon niet meer. Ik ben helemaal van mijn apropos. Ik ga dit gewoon niet. Nee, dit lukt niet. Skip deze ook maar. Ik krijg gewoon 1 minuut penalty. Ja, wat is. Doe maar Dennis, go like a boss. Pst, niemand zag dat. Let's go. Als ik nou zeg Dennis maar... staat klaar voor de twee. De. Ja. Oké. Okay. Dit is echt verschrikkelijk. Dit is toch erger dan Mark? Ik kom hier niet op. Dit is toch erger dan Mark? Ik kom hier. Gast. We zijn aan het recorden. Aan een recorder, jongen. Nee. Ja, de Expendables? Expendables, dat is maar. We zijn even aan het recorden, joh. Ik spreek je straks wel even, ja? Ik kom hier echt niet op, hoor. Nee, ik... Fuck jou, Dennis. Je gaat dit niet halen. Come on, man. Go for it. Concentratie. Sprint op de eerste. Op. Nee. Ik ren en ik kom er gewoon niet op. Nee, je sprint niet. Heb je wel eten? Nou, oké, okay, wacht. Zo, verzadigd, ja? Je honger is verzadigd. Wat okay, is nou. Dit? Go for it, Dennis. Wat? Het gaat niet goed, Dennis. Je doet het nog slechter dan Mark, volgens mij. Ja, wauw. Denk je nou echt dat... Okay, fuck bitches. Gain money. Ik ben gewend om mental. Oh, what the fuck doe ik? What the fuck? Time day. Dennis gaat zich klaarmaken voor de ice jump. Staat op deze blokje. Gaat voor de tweede blokje. Oh mijn god, hij haalt de tweede blokje. Hij heeft een blok gehaald. What the fuck, man. Springt op de tweede blok. Oh nee, springt niet op de tweede blok. Waarom is die zo glad? Ik kom net een slag. Springt op een... Nee. Dit parcours is niet voor Dennis bedoeld. Springt op een derde blokje. Yes, hij haalt het derde blokje. Gaat hij dit stukje van het parcours wel gewoon legit halen? Laten we het hopen. In ieder geval, hij haalt dit stuk. Oh, dat was vergeten. Oh man. Staat klaar voor de Ice Jump Deluxe editie. Waarbij je wipeout modus elke keer tussen dingetjes door moet springen. Spring op. Ja! Ja! Hij haalt het! En nu moet hij het gat zoeken, daar is hij heel goed in. In het natte water. Go Dennis, zoek achter. Het natte water. Dennis, zoek het natte water. Dennis, zoek. Zoek Dennis. Zoek het natte water. En hij heeft het gat gevonden! Deur. Ja! Gaat er doorheen, want hij heeft natuurlijk gecheat. Hij zegt natuurlijk door de glas natuurlijk waar. Dat laten we. Rennen! Rennen Dennis! Ren! Voor het einde. De Just Rock Cats parcours run is geëindigd met een eindstand die ik niet eens weet. En dan komt confetti. Wee. 17 minuten en 35 seconden. Ongeveer inderdaad. Dankjewel Dennis voor het meedoen. Wil je zelf nog even promoten? Je krijgt 1 minuut. Go. Nee, 10 seconden. Ik hoef mezelf niet te promoten. Promote jezelf maar. Ik ben bescheiden dit keer. Oké, nou ja, we hebben ook nog een Chaos TV channel en we hebben nog een Chaos TV Dutch channel. Aangezien Chaos TV wordt weer opgebouwd. Chaos TV Dutch bedoel ik. Chaos TV Dutch was een beetje dood aan het gaan, want niemand had dingen. Maar de streams komen terug. Chaos TV Dutch komt terug met random streams. Elke... Nee, niet elke dag. Elke zoveel dagen. Wow, epic. In ieder geval,
Dennis, ik denk dat je zo rond de 5e, 6e plaats staat. Misschien dat je Mark hebt ingehaald. Maar misschien ook niet. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Wil je nou meedoen, zet je Mark's naam in de comments. En misschien wat jij wel uitgekozen. Elke keer kies ik randomly iemand uit. Het is niet zo dat je speciaal een comment hoeft te plaatsen. Het mag wel natuurlijk, want het is wel leuk voor mij. Want dan lees ik ook leuke comments. Maar in ieder geval, het hoeft niet. Maar het mag wel. In ieder geval, je wordt random uitgekozen. Het is niet zo dat ik iemand voortrek of zo. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En peace out. Heb je nog iets te zeggen? Doei.